€1,49. Oh, het ruikt heel lekker. Kijk even hoe mooi de binnenkant eruit ziet. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook hele leuke video's en ook shoplogs. En ook vandaag heb ik voor jullie weer een hele leuke shoplog op dit kanaal. Dat is eigenlijk ook een soort van challenge. Ik ging namelijk alleen maar items shoppen onder de 2 euro. En ik heb het wel eens eerder gedaan, maar toch moet ik zeggen dat het altijd wel weer een beetje lastig is. Want je ziet allemaal mooie dingen en dan denk je, oh shit. Net €2,99. Maar toch moet ik zeggen dat ik echt heel veel tofs heb kunnen vinden. Ik kan niet wachten om alles aan jullie te laten zien. Als je ook zin hebt in deze video, doe dan nu alvast je duimpje omhoog. En vergeet ook niet om straks een leuke reactie achter te laten. Welke van deze items vond jij het leukste? En heb jij ook wel eens zo'n soort challenge met jezelf gedaan? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Vergeet ook niet om even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we gauw beginnen. Eerste item dat ik in mijn mandje heb gestopt is in deze schaal. En dit is een schaal van €1,49. Dus ik was heel blij om te zien dat die onder de 2 euro was. Want in principe zou je dat van zo'n schaal misschien niet zo gauw verwachten. Het materiaal is ook niet dat je zegt van, oh, heavy metal of zo, weet je wel. En zij noemen dit een onderbord, dus je kunt dit blijkbaar ook gewoon onder een bord gebruiken, zeg maar. Een soort van placemat, denk ik. Vind ik ook een heel leuk idee, maar dat had ik er niet bij in gedachten. Ik denk dat ik hier gewoon kaarsjes op ga zetten. Maar ja, als je dit nou wel als een onderbord gaat gebruiken, dan kun je er natuurlijk prima voor die €1,50 nog 5 van halen. En dan wanneer een etentje geeft, extra chic doen. Ik neem eigenlijk altijd wel een geurkaars mee als ik bij de Action ben. Zelfs wanneer ik daar niet voor een geurkaars kom. Zelfs wanneer ik daar niet voor een shoplog kom. Ik waag altijd even een kijkje bij de geurkaarsen, want er is altijd wel weer iets nieuws. En er is altijd weer een nieuw geurtje. Dat vind ik helemaal lekker. Deze had ik ook nog niet eerder gezien. Het is de Natural Scented Candle. Die ruikt naar, oh, naar vanilla en lime. Hey, we weten allemaal inmiddels wel dat ik een vanille lover ben, toch? En vanilla en lime is zeg maar nog een beetje level up. Want het geeft ook een beetje iets scherps. Zo, tja. Ja, heel erg leuk. Ja, ik vind hem heerlijk. En deze was €1,29. Dan heb ik ook mijn favoriete thee meegenomen. Dat is deze Amarti thee. En ik neem daarvan tegenwoordig echt alle geuren en smaken en mogelijkheden mee. Maar dit is de Love. En dat is zoethout en mint. En dan heb je ook nog de Peace, de Harmony, de... Bedenk het maar. Maar ze hebben echt allerlei verschillende soorten. En het ziet er ook nog heel erg mooi uit. Deze was bij mij op. Dus die moest weer aangevuld worden. Zoethout en mint. En dit is trouwens €1,99. En volgens mij is dit... Ja, dit is een bio-kruiden- en specerijen-thee. Ja, meer zinnigs kan ik er niet over zeggen, maar er staat ook nog een heel leuk gedichtje op. Zo lief, zo puur. Zoethout, pepermunt en lavendel omarmen ons van een eerste blos tot de geborgenheid van een leven samen. Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord. Mooi, hè? Dan had ik ook nog een handzeep nodig. En dit was op dit moment de leukste die ik kon vinden. Hij ziet er ook echt leuk uit, toch? Wash your wilderness. Wild rules. Ta 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 ta. Het is alleen maar om je handen mee te wassen. Maar goed, je kan het maar gezellig maken in je badkamer. Ja, toch? En dat voor €0,99. Nou, vind ik helemaal top. Ik heb hem niet geroken, maar ik ga ervan uit dat dit heel wild ruikt. Oh, het ruikt lekker zoet. Nu moet ik wel mijn handen gaan wassen. Oh, het ruikt heel lekker eigenlijk. Soms is het hoe langer je ernaar ruikt, hoe lekkerder het nog wordt, hè? Nou, over geuren gesproken. Ik heb ook 2 diffusers meegenomen. En deze waren €0,99 per stuk. Dus samen toch weer bijna 2 euro. €1,98. Hey. Het is niet om op te scheppen dat ik kan rekenen en zo. Maar meer om op te scheppen dat ik dus weer onder de 2 euro ben gebleven. En dat met 2 verschillende producten binnen dezelfde categorie, weet je wel. Goed, daar ging het allemaal niet om. Dit is de vanillegeur en dit is de jasmine. Ja, het zijn gewoon 2 kleine diffusertjes. Valt niet echt heel veel over te zeggen. Behalve dan dat ik deze cadeau ga doen. Of eigenlijk bij een ander cadeautje nog erbij ga doen. Ik ga gewoon iets heel leuks samenstellen. Voor een vriendinnetje van mij die net moeder is geworden. En daar heb ik nog wat leuke dingetjes voor. Dus misschien ook leuk als ik die ook meteen even laat zien. Een soort van verwendpakket maken. Dus ik dacht dan is het ook wel leuk om daar nog een gezichtsmaskertje bij te doen. En ook een voetenmasker. Dit is de Ain't Nobody Butter Than You. Oh, wat een leuke woordspeling. Dat is eigenlijk ook wel echt heel leuk als je net een kind hebt gebaard. Dat je dan deze tekst eventjes voor je krijgt, weet je. Ain't nobody better than you. Want je hebt het maar wel eventjes geflikt, zou ik zeggen. En daar dan nog een voetenmasker bij. Ja, toch, kan ze even helemaal lekker tot rust komen. Het gezichtsmasker is €0,59 en het voetenmaskertje is €0,95. Nou, en alsof dat nog niet genoeg is, heb ik er nog wat bij gehaald. Namelijk deze super schattige face brush. Ik denk niet dat jullie hem zo goed kunnen zien, maar kijk... Aan de achterkant heeft hij zeg maar van dat rubber. En aan de voorkant is hij dan echt
van zo'n zacht borsteltje gemaakt. En ook leuk om op te hangen in de badkamer. Ziet er helemaal schattig uit. Ik bedenk me nu of dit misschien niet een beetje te kinderlijk is. Aan de andere kant, ze heeft net een baby gehad, dus alles is kinderlijk in haar leven op dit moment, denk ik. Vond er in ieder geval super schattig uitzien. En deze is €1,95. Nou, daar heb ik dan nog wat leuke dingetjes bij. Ook nog een geboorteboompje voor de baby. Oh mensen, ik vind het helemaal leuk. Ik word altijd helemaal blij als ik cadeautjes voor andere mensen mag halen. Maar goed, ik heb mezelf ook verwend. Want als het gaat om zo'n gezichtsborstel, dan heb ik die ook voor mezelf gehaald. En wel deze. Omdat die helemaal in mijn badkamer past. Aangezien die rosé goud is. Deze heeft dus aan de voorkant ook weer dat zachte aan de achterkant. Dat rubberachtige. Ik weet echt niet wat dat goed zegt. Want hier staat soft silicone touch. Kijk, dit is hoe die eruit ziet. Zonder de verpakking eromheen. Oh, dit voelt zo zacht. En dit is niet zacht, maar dat is ook niet nodig. Want je wilt natuurlijk ook echt lekker die poriën door. Hij was €1,49, dus vind ik ook echt super cheap. Met een ergonomische handgreep, zoals zij dat dan noemen. Gewoon een heel handig dingetje, denk ik, voor dagelijks gebruik. En dat voor €1,49. Dan heb ik voor mezelf ook een beauty blender meegenomen. En zoals je ziet, ook deze is weer rosé goud. Dit is de Beauty Sponge with Holder. Perfect blending, easy storage. En het ging mij inderdaad vooral om de storage. Gewoon het feit dat je er meteen zo'n houdertje bij krijgt, dat is toch gewoon top. En dus in het rosé goud. Kijk, past helemaal bij elkaar. Hier kan je natuurlijk ook je andere sponsjes in kwijt. Dus mocht deze niet fijn zijn, dan kan ik er altijd een ander sponsje in doen. Maar volgens mij is dit best wel prima. En deze was €1,11. Dan heb ik ook een toiletblok meegenomen. Dit is de Flower Sensation. Ja, gewoon een benodigdheid in huis. Ik ga er verder echt niet over uitweiden. En deze was €1,28. Dan heb ik dus dit keer voor het eerst een panty gekocht bij de Action. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. En dat voelt dan ook bijna alsof het een Eureka momentje is geweest. Een hele openbaring, jawel. Dus ik ben ook echt wel benieuwd of er al andere mensen zijn geweest die dat hebben gedaan. Nou ja, sowieso. Maar hebben jullie dat wel eens gedaan? Laat het dan vooral even weten in de comments. Wat zijn je bevindingen hiermee? Want een panty, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik heb meestal de neiging om er de eerste dag al een ladder in te trekken. Dus ik hoop dat het met deze mee gaat vallen. En deze is €1,32. Dan zijn dit misschien ook wel een van mijn favoriete items die ik heb gehaald. En ik had het niet nodig, maar ik vond ze er zo leuk uitzien. Dat ik dacht, dan neem ik er kleintjes van. Want die kan je eigenlijk altijd wel gebruiken. Het zijn van die petit four schaaltjes. En kijk even hoe mooi de binnenkant eruit ziet. Maar ook de buitenkant is echt, ja, heel mooi bewerkt. En ik heb al meerdere van dit soort schaaltjes of dit type schaaltjes. Dan wel in andere kleuren. Maar ik dacht, ja, dit past daar helemaal bij. En ze waren €1. Even kijken hoor. Ze waren €1,29 per stuk. Dus ik dacht, ja, €2. Onder de €2 gaan ze gewoon met me mee. Dan heb ik ook bamboe tandenborstels meegenomen. Ik heb eerlijk gezegd zelf nog nooit bamboe tandenborstels gebruikt. Maar juist daarom dacht ik, dat ga ik een keertje uitproberen. Natural bamboo handle, eco-friendly, biodegradable, flat file. En het is een family pack. Er zitten er 4 in. €1,11. Dan heb ik ook 2x incense sticks meegenomen. Ofwel wierookstokjes. Deze zijn van de Indian Folklore Collection. Handgemaakt. En ik heb verder echt geen idee waar ze naar ruiken. Want dit is de gulaap en dit is de kamal. En verder staat er helemaal geen uitleg over. Ik heb ze ook niet kunnen ruiken in de winkel. Zal ik het eens doen? Deze is erg zeepig. Ik denk een beetje lavendelachtig. En deze is wat meer mijn ding. Maar goed, ik ga ze gewoon lekker uitproberen. Ze zien er ook gewoon helemaal leuk uit, toch? Misschien passen die ook nog wel leuk bij het cadeautje dat ik aan het samenstellen ben. En deze waren 62 cent per stuk. Dan heb ik tot slot ook nog wat lekkers meegenomen. Namelijk deze Doritos. Dit zijn de Doritos Bits Honey Barbecue Flavor. Die haal ik wel vaker bij de Action. En volgens mij heb ik ze ook nog nooit ergens anders gezien. Misschien in nachtwinkeltjes en zo. Maar verder lastig om aan te komen. Dus ik haal ze zelf altijd bij de Action. En deze is 99 cent. En dan heb ik nog iets lekkers. Namelijk de Duo Dipper Hot Chocolate. Dit zijn twee van die chocoladestokjes. Waar je dus chocolademelk mee kunt maken. Maar die eigenlijk ook gewoon heel lekker zijn als lolly. Chocoladelollies. Ik bedoel, waarom moet er bij zijn melk bij? Deze zijn 99 cent per set. Zitten er namelijk 2 in. Oeh, dan kan ik er eentje als een lolly gebruiken en die andere voor mijn chocolademelk. Smellen.
Nou jongens, dan ben ik toch hartstikke goed geslaagd. Ik weet niet hoeveel items het precies waren, maar in ieder geval allemaal onder de 2 euro. Ik ben heel erg blij dat ik zulke leuke dingetjes heb kunnen scoren. Een aantal van mijn favorieten, maar ook een aantal nieuwe dingetjes en zelfs wat cadeautjes. Ik hoop dat jullie dit ook een inspirerende video vonden. If zo, laat het dan vooral weten in de comments. En vergeet ook niet om dan even je duimpje omhoog te doen voor deze video. Ik ben heel erg benieuwd of jullie nog andere challenges voor mij hebben om voor weer een nieuwe action video. Laat het dan ook eventjes weten. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een volgende video.